Mijn naam is Ilse Scholten in het Hof. Ik ben 50 jaar, ik woon in Rijssen. Die ogen die begonnen steeds meer uit te puilen ook, hè? Dus je ziet er echt compleet anders uit. Ik schrok zo vreselijk van mezelf elke keer. Overal zijn spiegels, hè? In winkels, in de autoruit, in etalages, overal zie je jezelf. En mensen keken mij na, kinderen zeiden tegen hun moeder... Mama, wat kijkt die mevrouw gek? Net zodat ik het hoorde. En dan ga je naar huis en dan heb je weer een paniekaanval. En je denkt, oh, moet ik zo mijn hele leven door? Dat is niet te doen. Ik werd doorgestuurd naar het UMC in Utrecht voor mijn oogziekte. Maar dat ging nog maanden overheen voordat ik daar aan de beurt was. En in de tussentijd wist ik dus niet of het ooit beter kon worden. Of wat eraan gedaan kon worden. Ik kende niemand die deze oogziekte had. Dus in al die tijd zie je er steeds verschrikkelijk uit. En voel je je verschrikkelijk nog door alles. En door de psychische klachten vooral ook. Dus ik had continu paniekaanvallen. De angstaanvallen werden eigenlijk steeds erger en erger. En dat appartement was mooi klaar. En er zat een dakterras en die deur kon op slot. En daar sloot ik me eigenlijk op. Ja, eigenlijk wel. Want als je naar buiten ging, of je kreeg rare blikken. Ja, en misschien de een gaat er makkelijker mee om dan de ander. Maar ik vond, ja, ik kon dat niet zo goed. Mij is gevraagd om wat te vertellen over de psychosociale gevolgen van de oogziekte van Graves. Ik wil heel kort even wat vertellen over de achtergrond van de oogziekte van Graves. Het is natuurlijk een onderdeel van de ziekte van Graves. En deze ziekte van Graves bestaat eigenlijk uit drie delen, de schildklierziekte van Graves, de oogziekte van Graves en de pretibiale huidziekte van Graves van het onderbeen. Van alle drie de delen zie je hier een voorbeeld. De oorzaak van de oogziekte van Graves is, het is een auto-immuun aandoening. Dus het lichaam maakt antistoffen tegen eigen receptoren. En die receptoren zitten in de schildklier, maar gek genoeg ook in de oogkas. En daarom kan je daar oogproblemen van krijgen. En in de oogkas veroorzaken die antistoffen met name een toename van vetweefsel, maar ook bindweefsel. En daar komen alle verschijnselen van. Ongeveer 50% van de patiënten met een Graves schildklierziekte krijgt ook de oogziekte. Dus lang niet allemaal. 10% van de patiënten met de oogziekte van Graves heeft helemaal geen schildklierziekte. En 10% van de patiënten met de oogziekte heeft een te langzaam werkende schildklierfunctie. Terwijl het dus meestal een te snel werkende schildklier is. Wat zijn nou de risicofactoren voor het krijgen van de oogziekte van Graves? Roken is een hele belangrijke risicofactor. Vrouwen hebben het 6 keer zo vaak als mannen. Het gebruik van jodium en dan met name de radioactieve jodiumbehandeling geeft een grotere kans op het krijgen van de schildklier of van de oogziekte van Graves. Stress is een uitlokkende factor, net als zwangerschap. En in bepaalde families komt het veel vaker voor. De symptomen, dat zijn in milde mate dan als patiënten een milde vorm van de oogziekte hebben, is dat irritatie, wat tranen, wat lichtschuwheid. Dubbelzien is al een veel ergere klacht. Verminderd zien door beknelling van de oogziekte of door uitdroging van het hoornvlies. En natuurlijk de bekende uitpuiling van de oogleden, de dikke oogleden en de schrikogen. En met name die laatste drie zorgen natuurlijk voor heel veel psychosociale problemen en onzekerheid. Hier zien jullie voorbeelden van patiënten met heel veel uitpuiling. Hier is het vooral heel rood en dik. En deze patiënt heeft vooral heel veel last van dubbelzien. Dit is altijd het eerste punt wat je bespreekt met een patiënt die binnenkomt met de oogziekte van Graves. Dat het een ziekte is die eerst een actieve fase kent, waarbij dus de verschijnselen heel erg toenemen. Als ze dan bereikt het een hoogtepunt en daarna wordt het weer rustiger. En dat is heel belangrijk om dat patiënt uit te leggen, dat die in die actieve fase, dat je helaas nog geen operaties kan doen om het uiterlijk te verbeteren. Dus in die actieve fase moet je eerst de ontsteking remmen. En dat is vaak een hele teleurstelling voor de patiënt. Die komt met verschrikkelijke klachten en die denkt van nou, nu gaan we er wat aan doen, nu word ik weer mezelf. En dan moet je vertellen dat ze eerst
medicijnen moeten krijgen om de ontsteking tot de rust te brengen. En dat zijn dan niet eens, daar gaan dan niet eens alle klachten van over. Maar dat is gewoon belangrijk dat die ontsteking tot rust komt. En in die fase zie je heel vaak angst en uitzichtloosheid bij de patiënt. Angst van, komt het nog goed? Vaak zijn patiënten best wel lang aan het lijntje gehouden in andere ziekenhuizen. Van, ja, daar moet u maar mee leren leven of we kunnen er niks aan doen. Dus die angst is vaak op de voorgrond tredend. En uitzichtloosheid, ook als je vertelt dat je eerst de ontsteking tot rust moet brengen. Hè, dat het best een traject van jaren kan zijn. Je legt dan ook uit dat als het rustig is, dus als ze die stabiele fase hebben bereikt, dat je dan operatief alle storende klachten kan verhelpen. En daar hebben ze heel veel geduld voor nodig. En dat is ook een belangrijk iets. Wat ik vaak wel al zeg aan het begin, dus bij het eerste consult, is dat het wel goed komt. Dat het voor het grootste deel goed komt. En ik merk dat patiënten dat heel fijn vinden. Ook al horen ze dat het best lang gaat duren. De mededeling dat het goed komt uiteindelijk, wordt als heel fijn ervaren. Nog even over die actieve fase, dus die eerste fase. Dan zie je dat de ogen heel rood zijn, dik. Hier is het slijmvlies enorm gezwollen. En je ziet dan vaak de teleurstelling van, ik wil dat het nu helemaal overgaat. En dan horen ze dat hij nog van allerlei medicijnen moet gaan krijgen. Ook nog twee voorbeelden van patiënten met een actieve oogziekte. Roodheid, zwelling. Je ziet echt de ontsteking. De mensen hebben ook vaak pijn bij oogbewegingen. En dan moet je dus die ontsteking behandelen. En dat doe je meestal met prednison, meestal per infuus. En dat werkt heel goed. Hè. Dat wordt vaak een stuk rustiger. Maar ook dat heeft vaak wel weer heel veel bijwerkingen. Hè. Overdreven gezien, zoals op dit plaatje. Met het opzwellen van het hoofd. Vaak kilo's aankomen. En ook vaak heel instabiel in humeur en stemming. Veel problemen met het gezin en de partner. Dus het is een paardenmiddel, het werkt heel goed, maar het heeft ook heel veel bijwerkingen. Dan kom je in de fase van dat het uitgeblust is. Hè? Dus je ontsteking is geremd en dan hou je de restverschijnselen over. En dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien, met alleen één groter oog of heel erg dubbel zien. En dan ga je met de patiënt praten over het volgende traject, van wat zou u willen? En dat moet je vaak heel erg duidelijk benoemen, van waar heeft u het meest last van? En patiënten durven vaak niet uit zichzelf te zeggen dat ze ook heel veel last hebben van het uiterlijk. Hè? Dat een hele grote rol speelt in hun dagelijks leven. Zoals deze mevrouw heeft een groot oog. Nou, dat kan er best een beetje naar uitzien. En dit ziet er natuurlijk heel raar uit. En die mevrouw heeft bovendien heel veel last van dubbelbeelden. Nou, nog een paar voorbeelden van uitgebluste Graves. Hier alleen een groot oog, maar hier een forse uitpuiling, proptosis, zoals we dat noemen. En hier uitpuiling en een groot opgetrokken bovenooglid. Nou, nog een paar hele ernstige gevallen die wel rustig zijn, maar wel heel ernstig. Dan komen we eigenlijk bij die problemen, die psychosociale problemen. Wat je heel vaak hoort is dat ze patiënten zeggen, kinderen zijn bang voor me. Mijn kleinkinderen zijn bang voor me. Mensen kijken me na, roepen me na zelfs. Mensen vragen of ik drugs heb gebruikt. Dat is natuurlijk heel naar als je dat gewoon heel vaak meemaakt. De kwaliteit van het leven is sowieso vaak verminderd. Ze kunnen niet meer autorijden door het dubbel zien. Ze gaan de deur niet meer uit door een combinatie van factoren. Ze kunnen niet meer lezen, niet meer handwerken door de droogte van de ogen, door het dubbel zien. Dat is ontzettend van invloed op de kwaliteit van leven en kan soms zelfs tot depressie leiden. Ik hoor ook heel veel problemen op het werk. De patiënt kan niet meer goed zien, kan niet meer op het werk komen omdat hij niet meer kan autorijden. Heel vaak hoor ik ook dat de leidinggevende het probleem niet begrijpt, van waarom ga je niet gewoon werken. Werkomgeving is vaak heel droog.
En tenslotte heel veel problemen in de relatie. Mijn partner vindt me niet meer mooi. Het duurt zo lang, mijn partner is het een beetje zat. Schiet het nou niet eens een beetje op? En ook dat de patiënt zichzelf niet is door de medicijnen of door de schildklierafwijking. Hier heb ik heel veel voorbeelden van gezien. En het is heel belangrijk om daar een luisterend oor voor te hebben, daar begrip voor te hebben. En weer opnieuw te vertellen dat het voor een groot deel weer goed komt. Ja, wat kan je dan doen aan die oogziekte van Graves als die eenmaal rustig is? Dit zijn twee voorbeelden van patiënten met enorme proptosis, uitpuiling van de ogen. Daar zijn operaties voor mogelijk, de zogenaamde orbita-decompressie. Decompressie van de orbita betekent eigenlijk dat je de oogkas groter maakt. De weefsels van de oogkas in de oogkas zijn toegenomen door de ontstekingen. De spieren zijn dikker geworden, vet is toegenomen. Dat kan je niet echt weghalen, maar je kan wel zorgen dat er meer ruimte is voor die weefsels. En dat, hier zie je een schedel met de oogkas en je kan dan dit bot allemaal weghalen. En hier zie je dat dat bot weggehaald is. En dat kan je op een aantal manieren benaderen. Vroeger deden we altijd de coronale decompressie. Coronaal wil zeggen dat je de incisie, de snee in de huid, als een soort kroon maakt. Zoals je hier ziet op deze schematische tekening. Dus je maakt een snee van oor tot oor. Dat is een flinke ingreep. Dan kan je de huid van het voorhoofd naar beneden schuiven, klappen. En dan kom je via de bovenkant bij de oogkassen. En dan kan je daar het bot weghalen. En hier zie je als het ware het vooraanzicht van die oogkassen. Dus dit zijn de oogkassen, dit zijn de bijholtes. Dan kan je dit bot allemaal weghalen. Achter de rand, want anders zou je het zien. Dit is een hele grote ingreep. Met een heel goed resultaat, maar omdat we het toch wel heel erg ingrijpend vonden voor de patiënt, doen we tegenwoordig, dit is nog trouwens een mooi voorbeeld van voor en na de decompressie. Nou, je ziet eigenlijk niks meer van die incisie, hier zie je een heel klein beetje litteken, maar dit is op zich een heel mooi resultaat, maar het is een heel traject geweest voor de patiënt. Tegenwoordig doen we eigenlijk liever de swinging eyelid decompressie. Een swinging eyelid betekent dat je het ooglid aan de zijkant openmaakt, zoals hier. En dan kan je het ooglid omklappen, vandaar het woord swinging. En dan kan je via de binnenkant de oogkaswanden benaderen. Dus dan maak je het slijmvlies los. Het oog is hier omhoog gedraaid en dan kan je bij het bot komen. Hier kijk je als het ware van bovenaf en dan zie je de bodem van de oogkas met een belangrijke zenuw. En dan kan je dat bot gewoon wegknabbelen en dan komt er ruimte waardoor de oogkas groter wordt. Na de decompressie is er vaak veel zwelling, pijn, soms minder gevoel in de wang, soms meer dubbelzien. Dus dat kan ook weer een teleurstelling zijn. En dat patiënten denken van, oh jee, waar ben ik aan begonnen en ik wilde dit zelf en had ik dat nou wel moeten doen. Soms balen ze dat ze vrij snel met ontslag moeten. De bedden zijn natuurlijk heel kostbaar op dit moment en überhaupt. Dus mensen moeten soms na één dag al naar huis. Aan de andere kant vinden ze het ook vaak heel fijn om weer thuis te zijn. Ze moeten echt 4 tot 6 weken rustig aandoen. Dus daar moet qua werkzaamheden ook rekening mee gehouden worden. Nog een voorbeeld van een patiënt voor en na decompressie. Voor en na. Nou, enorm verschil. Maar je ziet wel nog dat ze schrikogen heeft. Dus die bovenoogleden, daar moet ook nog wat aan gedaan worden. Maar het is wel al een enorme verbetering. Dan dubbelzien, dat is een hele nare klacht. Zo hebben we dat geprobeerd een beetje na te bootsen. Of zo. Het is iets wat je vaak aan de buitenkant helemaal niet ziet aan de patiënt, maar wat ongelooflijk ingrijpend is en waar je heel moeilijk mee kan leven. Deze patiënt heeft bijvoorbeeld verticaal dubbelzien. Er is vaak heel weinig begrip, met name van werkgevers voor dat dubbelzien.
omdat je het soms niet aan de buitenkant ziet. En dit is dan na een operatie. Dat is, vind ik, vaak een van de dankbaarste momenten als een patiënt na een oogspiercorrectie terugkomt op het spreekuur en zegt dat hij zijn leven weer terug heeft, haar leven. Wat je ook ziet bij het dubbelzien is dat patiënten vaak hun hoofd een beetje achterover moeten houden. Omdat die onderste oogspieren zo strak zijn, dat ze gewoon niet recht vooruit kunnen kijken. En dat ze van de omgeving horen van wat kijk je toch verwaand tegenwoordig. Dus dat is ook iets om goed naar te luisteren. Ook nog weer twee patiënten met ernstige standsafwijkingen van het oog en dubbelzien. Wat ook cosmetisch natuurlijk heel... heel heftig is. Dit is een voorbeeld van een oogspieroperatie. Het is een veel minder grote operatie dan de decompressie. Het oog wordt opzij gedraaid. De oogspier wordt aangehaakt, zoals dat heet. En dan een paar millimeter verplaatst. En dat is een operatie in dagbehandeling. De patiënt gaat daarna weer lekker naar huis. En zoals gezegd kan het ongelooflijk dankbaar zijn. Zoals bij deze mevrouw dus ook het geval is. Nou, waar we tegenwoordig, maar eigenlijk altijd al een beetje tegenaan lopen, zijn de wachtlijsten. En dat is heel erg frustrerend voor de patiënt. Hè, dan is de ziekte eindelijk rustig. Dan kan de patiënt geopereerd worden, maar dan moeten ze soms een half jaar tot anderhalf jaar wachten voor een operatie. En dat vind ik soms heel moeilijk te verkopen. Maar het is niet anders. Ten slotte, als de ogen dan mooi naar achteren staan en mooi recht staan, dan blijven die ogen heel groot. En krijgen ze vaak nog commentaar. En dan kan je nog een boven- en onderooglidverlenging doen. En dat is een operatie onder plaatselijke verdoving. Ook weer in dagbehandeling. Met een heel mooi resultaat, meestal. Concluderend is de oogziekte van Graves een hele nare ziekte die heel veel functionele klachten kan geven, maar ook heel veel psychosociale klachten. En daar moet veel aandacht voor zijn, vind ik. En zowel voor het uiterlijk als de relaties, maar ook voor de werksituatie. Het is goed te behandelen over het algemeen als de patiënt op tijd komt, maar het is vaak een hele lange weg. En er is ook nog veel onderzoek nodig. Dit was mijn verhaal. Dokter Kalman, wij krijgen van patiënten best vaak vragen over de oogziekte van Graves. Het is natuurlijk een ziekte met een enorme impact op iemands leven. En een van de vragen is, hoe lang is nou dat traject vanaf zeg maar diagnose, dat de oogziekte van Graves inderdaad gediagnosticeerd werd, totdat mensen weer hun eigen leven terug hebben? Kunt u daar iets over zeggen? Dat kan heel erg variëren. In de eerste plaats kan het best een tijd duren voordat die diagnose gesteld wordt. Hè. Mensen zijn soms vaak nog best wel lang in de periferie al bezig voordat ze doorgestuurd worden. Maar vanaf het moment dat ze bij ons komen totdat ze weer beter zijn, dat kan variëren van een aantal maanden tot jaren. Eerst moet die ziekte tot rust komen. Dat kan in een paar maanden zijn, maar kan ook een jaar duren. En dan als ze alle operaties moeten ondergaan met ook de daarbij behorende wachtlijsten, kan dat wel van 3, 4, 5 jaar duren. Ongelooflijk, ja. Met enorme impact. Ja, het wordt natuurlijk wel in de loop van de tijd steeds beter. Ja. Maar het is een enorm lang traject. En dat vertel ik ze ook bij binnenkomst. Hè, dat het goed komt, maar dat het wel heel lang duurt. Nee, maar het komt goed. Bijna altijd, ja. Ja. Het vraagt enorm geduld, behandeling. Ja. Ja. En niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de hele omgeving. Voor de omgeving, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker. Want een van de problemen die we ook horen van patiënten is dat werkgevers moeite hebben om te begrijpen wat er aan de hand is. Ja, dat hoor ik ook vaak. Veel onbegrip, met name als de klachten niet heel duidelijk te zien zijn, zoals toch dubbelzien of extreme droogheid van de ogen. Kan dat heel frustrerend zijn. En mijn advies is dan ook altijd aan de patiënt om de bedrijfsarts te vragen om contact met ons op te nemen. Zodat wij kunnen zeggen wat de klachten zijn en wat de impact daarvan is. En dat moet echt op initiatief van de patiënt zelf, ja, hè? Ja, ja. 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 Soms kan de bedrijfsarts dat ook zelf bedenken. Maar het initiatief ligt aan die kant. Ja. Dat begrijp ik ook. Dus dan moet de patiënt zelf tegen zijn bedrijfsarts zeggen van, goh, ik wil graag dat u zich laat informeren door mijn behandelend specialist. En dan
Dan is daar meer duidelijkheid over. Ja, want het is natuurlijk heel moeilijk om uit te leggen dat je heel veel dingen niet meer kan zoals daarvoor. Terwijl het je niet aan te zien is. Ja. Dus dat is echt een goede tip, denk ik. Ja. U zei al even van het hele traject duurt heel erg lang. En op welk moment weet je eigenlijk dat je echt naar een dokter moet? Wat zijn de symptomen die opkomen waarbij een patiënt echt naar een arts moet en zegt van dit is niet goed? Dat kan variëren, maar dubbel zien, minder zien, erge roodheid van de ogen, uitpuiling van de ogen. Dat zijn toch echt wel symptomen om aan de bel te trekken. En ook als bijvoorbeeld de internist zegt van nou dat komt allemaal wel goed, dan toch aandringen om naar een oogarts te gaan. En het liefst naar een oogarts in een orbitacentrum, zoals in de academische ziekenhuizen. Omdat daar de expertise duidelijk aanwezig is. Ja. Want het is een heel ingewikkelde materie en het gaat natuurlijk ook om iets. Hè. Het is rondom je ogen. Want ik heb ook begrepen, het is vooral wat u doet als het eenmaal rustig is, wat u kunt doen als de ontsteking verdwenen is dan maakt u ruimte in die oogkas, zodat die zwelling of dat weefsel eigenlijk meer kan wegzakken. Ja. Ja. Waardoor het er veel mooier of als voorheen weer uitziet. Ja, en ook dat een deel van de klachten verdwijnt. Hè. Patiënten hebben vaak een enorm drukgevoel achter de ogen. Wat ook een reden kan zijn voor zo'n decompressie. Ja. Dus ik hoor je zeggen van sowieso, ook als je al bij een internist onder behandeling bent, vraag die doorverwijzing naar die oogarts. Dat is echt de expert op dat gebied. Ja. En dan het liefst in de universitaire centra. Ja. Ja, duidelijk. Wat kun je als patiënt zelf doen op het moment dat je klachten komen? Is er iets wat je zelf in je levenspatroon kunt aanpassen? In ieder geval stoppen met roken. Hè. Roken is echt een hele duidelijke risicofactor voor het krijgen van de oogziekte. Rust en regelmaat is altijd goed, maar bij mensen met een auto-immuunziekte sowieso. Selenium, daarvan is aangetoond dat het in de milde vormen ook ontstekingsremmend werkt. Maar het is wel goed om dat via de dokter daarmee te beginnen. Ja, en dus niet op zelf eigen houtje gaan slikken. Nee. Het is echt een bepaalde dosering die je toch wel voorgeschreven moet krijgen. Ja, dat is goed om te zeggen, want ook dat zie je dat mensen dat zelf gaan doen. En soms in combinaties van vitaminepillen waar het in zit. Of soms alleen selenium, maar duidelijk advies. Ja. Vraag aan je arts. En precies. Ja, het kan helpen. Ja. De onderzoeken die u dan gaat doen met een patiënt, die zien er op de foto's best wel spannend uit. Zijn ze ook pijnlijk voor een patiënt? Dat valt wel mee. Het onderzoek van de oogbewegingen kan wel gevoelig zijn en vermoeiend. Hè, omdat de oogbewegingen vaak al pijnlijk van zichzelf zijn. Dat is waar ze eigenlijk wat ze vertellen aan mij. Verder valt het wel mee. Ja. En ik begrijp ook, dat geeft u ook aan, dat de psychosociale gevolgen echt heel groot zijn. Ja. Hè, op het eigen leven, op werk, op relaties. Ja. Wij horen van patiënten terug dat u daar heel veel aandacht aan besteedt. Als dan toch een patiënt daar nog heel erg mee zit, is er dan de mogelijkheid om iemand door te verwijzen? Ja, wij hebben een verpleegkundig specialist op de poli die zich hier ook mee bezighoudt. Dus die kan daar ook voor ingeschakeld worden. En in nog ernstigere gevallen kan zij een medisch psycholoog inschakelen. Ja. Ja. Ja, dus duidelijk doorvragen. En patiënten moeten echt voor zichzelf opkomen. En ook duidelijk vragen naar de problemen met het uiterlijk. Ja. Ik merk heel vaak dat als ik vraag waar heeft u last van, dat ze allerlei medische dingen opnoemen. En dat ik dan nog een keer apart moet vragen. En hoe vindt u dat u er zo uitziet? En dat ik merk dat dat vaak heel erg aankomt. En dat ze heel blij zijn dat ze daarover kunnen praten. Is daar dan nog schaamte over? Ja, heel veel. Ja. Ja? Ja. Terwijl ik begrijp dat mensen met een oogziekte van Graves op straat ook vaak worden aangesproken, uitgelachen. Ja. Het daar heel zwaar mee hebben. Dus je zou verwachten dat mensen ook echt zoveel mogelijk hun eigen uiterlijk terug willen. Maar... Ja, soms merk je echt een drempel om erover te praten. Van er zijn toch ergere dingen en ik zie hier mensen met andere erge dingen. En dus dat ik probeer ze uit te leggen dat dat ook dat,
ja, dat ze daar ook mee mogen komen. Ja, dat ook als het medisch probleem eigenlijk grotendeels opgelost is, dat dat ook heel belangrijk is voor je hele welzijn. Ja. Om aan te geven of je er prettig mee voelt, hoe je eruit ziet. Dat het geen luxe operaties zijn, maar hersteloperaties. Ja, bijzonder. Goed om te horen. Ja. Kinderen, hoe zit het daarmee? Kunnen die een oogziekte van Graves krijgen? Ik heb een aantal kinderen op mijn spreekuur die het ook hebben. Zelfs een meisje van 3 met de oogziekte van Graves. En die krijgen dan ook al prednison? Ja, dit meisje had prednison. Over het algemeen hebben kinderen het iets minder ernstig, gelukkig. Maar het kan op alle leeftijden voorkomen. Ja. En ik zag ook dat niet alleen patiënten met de ziekte van Graves, de oogziekte van Graves, kunnen krijgen, maar zelfs patiënten met de ziekte van Hashimoto kunnen dat krijgen. Ja, klopt. En ook mensen dus zonder schildklierafwijkingen kunnen ook de oogziekte van Graves krijgen. En dat is ook wat in de gewone ziekenhuizen vaak tot verwarring leidt. Dat iemand de oogziekte heeft en dat de oogarts denkt, maar de schildklier is normaal, dus dit kan het niet zijn. He, dus je kan het krijgen zonder schildklierafwijkingen of met Hashimoto. Ja, dat is dan weer iets wat goed is om te weten. Ja. Laatste vraag en een hele belangrijke. Wat is er nodig aan onderzoek om onze patiënten nog beter te kunnen helpen? Er is veel onderzoek gaande naar een nieuw middel, teprotumumab. Wat niet alleen de oogziekte rustiger maakt, maar wat ook de uitpuiling zou verminderen. Het is nog een beetje in de onderzoeksfase en er zijn ook wel wat bijwerkingen. Dus dat is belangrijk. Wat ik zelf heel belangrijk vind, is om te kunnen voorspellen welke patiënten een ernstige vorm van de oogziekte krijgen. En waarom sommige mensen wel op prednison reageren en welke niet. Prednison werkt natuurlijk heel goed, maar als het niet goed werkt, dan heb je meer de nadelen dan de voordelen ervan. Dus dat zijn eigenlijk de behandelingen in de actieve fase zijn eigenlijk de dingen waar wij nu mee bezig zijn. Nu mee bezig zijn. Ja. En erfelijkheid, wordt dat meegenomen? Niet echt. Nee, we weten dat het niet echt letterlijk erfelijk is, maar dat het wel familiair is. Hè? Dus dat het in bepaalde families voorkomt. Dus er wordt ook onderzoek gedaan naar risicofactoren op genetisch niveau voor het krijgen van de oogziekte van Graves. En waarom sommige mensen met de schildklierziekte van Graves wel de oogziekte krijgen en waarom en sommige niet. Niet. Nee. Ja, dus dat, er is nog een heleboel onderzoek naar te doen. Ja. Maar de herkenning van de oogziekte is denk ik sowieso wel heel belangrijk. Ja, nou, daar willen wij als patiëntenorganisatie natuurlijk ook graag een rol bij spelen. Vandaar dat we heel blij zijn met uw medewerking ook aan dit webinar. En dank u wel. Heel graag gedaan. De tip die ik mensen zou willen meegeven is, als je de diagnose ziekte van Graves of Hashimoto hebt gekregen, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk informatie hebt over je aandoening, over de behandelmogelijkheden. En, want alleen als je de goede kennis hebt, dan kun je een juiste keuze maken over het traject wat je te wachten staat.